Yo mensen, tof dat jullie kijken naar weer een gloednieuwe video van mijn kanaal. Ik ga vandaag beginnen met een nieuwe serie. Deze serie heet Test Met Sepp. Ja, ik heb nog geen goede naam, maar als jullie naam weten, laat even weten in de reacties. Ik ga dus een team maken, nu met Ibrahimovic in vorm. Daar ga ik dus een team mee maken en bij, zeg maar, je moet een team maken en daarmee dus een team met minimaal 3 clubs waar Ibrahimovic heeft gespeeld. En we gaan dus 4 potjes doen met dat team dus. En dan gaan we dus kijken hoeveel doelpunten en assist Ibrahimovic heeft. Nou, en dan is dit dus het team. Nou ja, hier hebben we dus natuurlijk Barcelona heeft hij gespeeld, Paris heeft hij gespeeld, Ajax heeft hij gespeeld en dan LA Galaxy is waar hij ook heeft gespeeld. En ik denk, dit is een Manchester United icon. En nou ja, naar mijn mening, ik vind dat ik hem mag gebruiken, dus ik doe het gewoon. Maar als jullie daar wat tegen hebben, dan moeten jullie dat natuurlijk ook even zeggen. Maar hij heeft natuurlijk ook bij Manchester United gespeeld. En dan gaan we dus elke keer gaan we dus een nieuwe dingen, nieuwe, ja, nieuw team maken, nieuwe spelers. En het eind van FIFA 20 wordt dan de winnaar bekendgemaakt. En dan, ja, ik weet nog niet eigenlijk wat ik met die winnaar ga doen. Eigenlijk. Maar jullie mogen natuurlijk de spelers bepalen. Nou, dit is dus het team wat ik heb gemaakt. Het is een 100k teampie. Behalve Suarez, die heb ik dus gisteren gepakt. Roy Keane heb ik ook in mijn eigen team. Dus volgens mij is dit bij elkaar allemaal 100k, dacht ik. En hoe meer likes we krijgen, hoe meer k we gaan gebruiken. Dus het wordt alleen maar leuker. Maar goed, Ibrahimovic. Ja, zijn pace vind ik dan wel heel minder. Dat is gewoon eigenlijk een beetje een afmaakje. Je ziet het. Die pion, zo heb ik hem gekocht. Of pion trainingsding, hoe je dat ook noemt. Zo heb ik hem gekocht. Dus hij heeft nu dit potje 99 dribbelen. Sorry daarvoor. Maar goed. Ik ga dus dan proberen om bij elke speler een pion elke keer erbij op te zetten. Nou, schieten, ja, daar moet je het eigenlijk maar van hebben met Ibra. Hij heeft ook een jagerkaartje, zoals jullie zien. En dan met ook nog wat pace erbij. Is niet heel erg veel pace, maar het is iets. Nou ja, Pasen, ja. Ja. Hij heeft natuurlijk wel 86 visie. En dan, ja, ze dribbelen nu door die pion. Heeft hij dus 99 dribbelen. Nou ja, zijn uithoudingsvermogen is dus ook echt heel erg ruk. Hij heeft prima kracht, hij heeft prima agressie. En nauwkeurige kopbal. Ja, koppen in deze game heeft niet veel heel erg zijn voorwaarden, zeg maar. Maar goed, ik moet er even iets voor in game maken. En dan gaan we naar de gameplay. Ik denk dat ik gewoon in game 4-4-2 ga spelen. En dan Promes, en Suarez en Ibra dan in de spits. Dos Santos en Roy Keane dan hier op middenveld. Ja. Zo gaan we dus spelen. Dan zie ik jullie bij de gameplay. Oké, okay, dan is dus dit de eerste wedstrijd van deze serie. Dan moeten ze dus nog tegen dat team. En dan is hier een afleggetje van Suarez op Ibrahimovic. Waardoor wij op 1-0 komen. En dan is het hier de kans van Ibrahimovic schiet. En dan komt hij daar bij Suarez in de voeten. En dan is het hier Ibrahimovic. En dit mis ik dus wel. Je ziet het hier een beetje de snelheid. Een beetje dat hij daar toch sterk moet zijn. En dan was het een goede redding daar van Ter Stegen. En dan ook hier weer was dit toch een enorme kans. En dan denk ik, als je zo'n spits bent met goed schieten en goede afmaak, dan had je dit moeten maken. Nou ja, dit was een beetje overhaast geschoten. Schiet ik hem ook naast, zoals jullie zien. Nou, en we hebben dus 3-0 gewonnen. Maar ja, dit ook weer. Ja, dit is een goed schot. Goed gekiept ook. En dan de 3-0 stond er dus niet op, omdat hij was geliefd. Dus dit dus de tweede wedstrijd, Ibrahimovic, geweldig schot, geweldig doelpunt. En dan komen we hier ook op een 1-1 door Cristiano Ronaldo.
Dan is het Daniel James, wie hier ook scoort. Ik verdedig echt als een druif hier. Ik loop gewoon weg met Kimpembe. Heb ik helemaal aan mezelf te danken. En dan is het hier dus Ronaldo. En die legt hem daar af op Lucas Vazquez. Waardoor wij op 3-1 achterstand komen. Maar dan, Kalou, heb ik er net in gewisseld. Hier, Ibrahimovic met zijn assist. En dan is het Kalou wie hem maakt. Ibrahimovic maakt dan hier de 3-3. Fantastisch doelpunt. Was een beetje geklungeld daar. Maar dan in de allerlaatste minuut. Agüero paast hem. En Quincy Promes maakt dan toch de 4-3. Waardoor wij winnen. En dan is dus dit het volgende team waar we tegen moeten. Met hier Dembele op Ibrahimovic. En dan is het 1-0. En dan is het hier ook Dembele. Wie een doelpunt maakt. Ik stap uit met Lenglet. En dan ja, komen we hier ook nog op het 2-1 achterstand door Kingsley Coman. Ja, goed gespeeld door deze man. En ja, ik weet niet. Ibrahimovic heeft bij mij zoveel kansen gehad. Dit is echt een AIDS goal. Maar hij heeft bij mij zoveel kansen gehad. Maar ik weet niet. Ja, hier dit. Ja, ik dacht dat het buitenspel was, dus ik schoor een beetje gehaast. Maar hij heeft zoveel 1-op-1 kansjes niet gemaakt. En dan denk ik van ja. Ben je zo'n spits en dan maak je het niet, kun je het niet eens afmaken. Nou ja, dit is dan een beetje een domme actie van mij. Had ik eigenlijk moeten afleggen en met Ibrahimovic voor een assist gaan. Nou, dan is het hier dus Ibrahimovic die toch ook nog een assist maakt. En zo winnen wij met 4, of zo verliezen wij met 4-2. Totdat hier in de allerlaatste minuut nog Ben Yedder met een beetje gepingel toch nog tot zijn doelpunt komt. De laatste wedstrijd heb ik verloren. Nou, dit zijn dus de stats van Ibrahimovic. 4 wedstrijden, 5 doelpunten en 2 assists. Ja, dit zijn dan nog even zijn stats onder die dingen. Ik weet niet, ik denk dat ik best blij met hem was. Maar goed, ik was niet zo heel tevreden met hem. Dus ik. Ja.